Welkom bij deze aflevering van Familiement Thuis. Mijn naam is Harm Snel, werkzaam Stadsarchief Amsterdam. En het thema waar ik het over ga hebben is migratie door de eeuw heen naar Amsterdam. Ik zal met 7 mijlslaarzen door de geschiedenis lopen, want het zou uren duren om ze allemaal, al die groepen die hier naartoe gekomen zijn, tot in de finesses uit te lichten. Maar ik zal dus iets vertellen over de belangrijkste groepen migranten. En voornamelijk gericht op het buitenland. Want uiteraard kwamen er ook mensen uit andere delen van Nederland. Maar voornamelijk uit mensen die oorspronkelijk afkomstig zijn uit het buitenland. Als we het hebben over de ontwikkeling van Amsterdam door al die eeuwen heen, dan moeten we ons realiseren dat zo ongeveer 1570, dat is de tijd waarin we eigenlijk gaan beginnen als het gaat over migranten die naar Amsterdam komen. Het is ook het moment namelijk dat we dat ongeveer kunnen meten. We meten dat door ondertrouwactes waarin herkomsten staan vermeld. Daarvoor weten we eigenlijk niet waar de Amsterdammers precies vandaan kwamen. In enkel geval wel, maar in de meeste gevallen niet. En als we ons realiseren, zo'n jaar 1570, dan was Amsterdam weliswaar al lange tijd de belangrijkste handelsstad van Holland, maar het was niet de stad met het grootste aanzien. Dat had Dordrecht als oudste stad van Holland. En hoeveel mensen woonden er nou in die grootste handelsstad van Holland, zo ongeveer in 1570? Nou, dat waren 30.000 inwoners. We weten natuurlijk niet exact, maar die schattingen die zijn vrij duidelijk. 30.000 inwoners. En in het jaar 1600, dus 30 jaar later, was dat aantal al verdubbeld. En als we dan kijken naar 1622, dus 50 jaar later, toen waren er 100.000 inwoners. Dus in 50 jaar tijd is die stad gegroeid van 30 tot 100.000 inwoners. Nou, en hoe kan dat? Dat kan niet alleen door heel veel kinderen krijgen. Daar moeten gewoon een heleboel mensen op die stad zijn afgekomen. Nou, en als we zien hoe die stad zich ontwikkelt, want dat wil ik eigenlijk eerst even laten zien. Dit stukje, zeg maar dit stukje Amsterdam. Toen woonden er dus 30.000 mensen in dat kleine stukje Amsterdam. Met hier de Dam en hier het Damrak. Daarnaast woonden er ook mensen in hutjes aan de rafelranden van die oude stad. En daarna kwamen dus al die nieuwkomers. En vanaf 1570 zijn daar dus stukken Amsterdam bijgekomen. Hier de Lastagebuurt. En hier op een gegeven moment, begin 16e eeuw, Vlooienburg. En de eilanden die hier boven liggen, ten noorden. En uiteraard de grachten, begin 17e eeuw. Eerst tot hier ongeveer, loop van de 17e eeuw, ook dit stuk. En uiteraard de Jordaan, ook gebouwd vanaf 1609. Nou, en al die nieuwkomers vonden dus in die wijken, voornamelijk in die wijken, hun woning en soms ook hun werk. Als we kijken naar specifieke groepen, waar woonden die? Nou, in deze buurt, de Lastagebuurt, en soms ook nog een beetje uitwijkend hier naartoe, maar vooral hier met de Ridderstraat enzovoort en de Rechtboomsloot, Kromboomsloot. Daar woonden voornamelijk Duitsers en Scandinaviërs. We staan hier aan de voet van de Montelbaanstoren. Een bijzondere toren die een gebied bestrijkt waar in de 17e en in de 18e eeuw en ook nog wel zelfs in de 19e eeuw de bevolking voornamelijk bestond uit Noord-Duitsers en Scandinaviërs. En waarom was dat? Deze buurt is ontstaan aan het eind van de 16e eeuw. De Lastagebuurt heet het. De mensen die hier achter aan het werk waren, op de scheepstimmerwerven en in de haven, aankwamen als zeeman, die kwamen hier te wonen. En dat hier is dan op de Oude Schans, maar vooral in de zijstraten, hier achter de Ridderstraat en hier achter de Koningsstraat, Keizerstraat, Jonkerstraat. En van die straten is nu eigenlijk zogezegd niks meer over. Het waren altijd al behoorlijk verloederde straten. Het was gewoon een hele arme buurt. En die zeelui, die woonden en werkten dus hier. Dit was geen echte fijne buurt, want er waren pensions, er waren bordelen, heel veel tapperijen.
En het was een vrij ruige buurt. Maar als het nou gaat over specifiek die Scandinaviërs, dan moeten ze zich realiseren dat tussen 1600 en 1800 25.000 Scandinaviërs hier in Amsterdam in ondertrouw gingen. En dat waren ongeveer voor de helft mensen uit Noorwegen en voor de andere helft waren dat Zweden en Denen. En daarnaast had je ook nog een heleboel mensen uit Noord-Duitsland. En die kwamen allemaal af op die Gouden Eeuw in eerste instantie, op al die werkgelegenheid die er was op de schepen en in de toelevering van die schepen. En die woonden dus allemaal in deze buurt. En het was nogmaals gezegd, het was een vrij ruig buurtje. Er zijn in de notariële archieven heel veel actes over ruzies in de Ridderstraat, in de Jonkerstraat, allemaal in dit buurtje. Maar dit was ook een wijk waarin als je hier in de 17e of in de 18e eeuw kwam en je sprak geen woord Nederlands, maar Duits, Zweeds, Deens, waar je geen enkel probleem had, want iedereen in de buurt die begreep jou. Dat wil niet zeggen dat hier alleen maar Scandinaviërs woonden, het waren ook andere zeelui, tot en met Italianen en Grieken aan toe. Ook in de 18e eeuw. Voor 1570 werd het meeste geld verdiend met de Oostzeehandel. En dat was hout, vis, teer enzovoort. En na 1570 veranderde dat voor de stad Amsterdam voor een zeer groot deel. En dat had ook vooral als reden dat er bepaalde politieke zaken veranderden. De belangrijkste eerste politieke daad was de alteratie in 1578. En dat hield in dat de katholieke stad Amsterdam, Amsterdam was misschien van Holland wel de katholiekste stad, eindelijk als laatste van de grote Hollandse steden de zijde van de opstand koos van de prins Willem van Oranje. En vanaf dat moment werd Amsterdam langzaam maar zeker een Calvinistische stad. Dat ging niet van de een op de andere dag. De Lutheranen hadden invloed, de Mennonieten hadden invloed. Maar het werd een Calvinistische stad met relatief veel vrijheid voor andere godsdiensten. En dat trok een heleboel andere opstandelingen of mensen die het moeilijk hadden met de katholieke koning van Spanje aan om ook te vluchten en naar Amsterdam te komen in dit geval. En de eerste grote groep waar ik dan over wil spreken, dat zijn de mensen uit Antwerpen en omgeving, Brabant, Belgisch Brabant dan, Vlaanderen en vooral uit Antwerpen zelf. Moet ik bijzeggen dat Antwerpen, dat was een metropool vergeleken met die Hollandse steden. In Antwerpen woonden in 1585 100.000 mensen tegen iets meer dan die 30, 35 in Amsterdam. En in Antwerpen waren heel veel mensen ook Calvinistisch gezind en Luthers gezind, protestanten dus. En die hadden het moeilijk. De Spaanse koning voorzag dat ook Antwerpen wel eens buiten zijn invloedssfeer zou kunnen vallen. En Antwerpen was een hele belangrijke stad, ook voor die Spaanse koning. Het was het handelscentrum van Noordwest-Europa. En ja, hij stuurde daar troepen op af en die namen die stad vrij snel in. En de bewoners kregen de keus ofwel terug naar het katholicisme of vertrekken binnen 4 jaar... En ja, een hele hoop mensen kozen voor dat laatste. Ze gingen niet allemaal naar Amsterdam, ze gingen ook naar Leiden en naar Delft en Rotterdam en Dordrecht en noem het maar op. Haarlem ook heel veel. Maar het was een ware uittocht. En na die uittocht, die een paar jaar duurde dus, had Antwerpen nog maar 50.000 inwoners over. En eigenlijk was dat ook de laatste nekslag voor Antwerpen als grote handelsmetropool. En die mensen die hier naartoe kwamen, we hebben het even over Amsterdam, wat brachten die mee? Nou, heel veel kennis van internationale handel, veel meer kennis dan men in Amsterdam had. Het waren ook een heleboel behoorlijk gefortuneerde kooplui. En die kooplui, die in hun keulzog namen zij weer mee, ambachtslieden. En die hadden soms ambachten die we hier nog niet zo kenden. Vooral ook op het gebied van textiel. Amsterdam was eigenlijk een stad waar men in de 16e eeuw in laken liep, behalve misschien die enkele rijke kooplui die iets meer kon, maar Vlamingen en Brabanders die brachten allerlei nieuwe vormen van textiel mee die wij hier eigenlijk nog helemaal niet zo kenden. En dat is maar één onderdeeltje. En diezelfde Brabantse kooplieden vooral,
die waren ook belangrijk als het gaat over een ander politiek statement, namelijk in 1602 oprichting van de VOC. Er waren al wat pogingen ondernomen om de hegemonie van Spanje en Portugal op de zee te doorbreken. Er waren altijd incidentele compagnietjes enzovoort, maar in 1602 is er dus een hele grote nieuwe compagnie opgericht. En heel veel geldschieters hadden roots uit Vlaanderen en Brabant. En ook de belangrijkste geldschieters waren voor een deel Vlamingen. Dus zonder die kooplieden was die VOC er ook op een heel andere manier gekomen als hier al was gekomen. We staan hier op de binnenplaats van het Oost-Indisch Huis. Dit is het huis waar alle administratie gedaan werd voor de Kamer Amsterdam van de VOC. En in dit gebouw, daar tekenden al die duizenden, tienduizenden mannen overal vandaan komend van het eind van de Middellandse Zee tot aan IJsland en soms nog verder, die allemaal hier naartoe kwamen naar deze stad om mee te doen aan het VOC-avontuur. Het avontuur wat een hele hoop migranten die hier kwamen en vrijwel vrij snel aan boord gingen, niet overleefden. Heel veel mensen stierven al de eerste reis en als ze terugkwamen voor een tweede, derde reis tekenen, dan was het vaak ook hun laatste. En men moet bedenken dat die mensen, het grote gros wat tekende voor de VOC om te varen naar Nederlands Oost-Indië, al die nieuwkomers, al die buitenlanders, ja, die waren hier dus een tijdje in die stad. En dat zijn dus mensen die verder, behalve dat ze hier tekenden voor een reis naar de Oost, die eigenlijk geen, ja, zeg maar, spoor hebben nagelaten in de stad zelf. Ze zijn hier niet getrouwd, ze zijn hier niet overleden, ze hadden hier geen kinderen. Maar toch, al die tienduizenden matrozen enzovoort, die hebben hier rondgelopen en zeker ook op deze binnenplaats zijn ze allemaal geweest. Een tweede groep van belang, naast die Vlamingen, en dat waren natuurlijk mensen die toch ook gewoon de taal spraken, dus dat was makkelijk. En die andere groep had het wel een heel ander verhaal, dat waren de Spaanse Portugese Joden. Die lagen al ruim een eeuw onder vuur in Spanje en Portugal. Velen waren al gevlucht naar Noord-Afrika, Zuid-Frankrijk, Ottomaanse Rijk, Italië. En vanaf 1595 is ook bewezen de eerste groepje Spaanse en Portugese Joden die zich in Amsterdam vestigt. In 1598 is het eerste huwelijk voltrokken van een Portugees-Joods stel in Amsterdam. Nou, die groep was dus in het begin nog niet zo groot, maar had wel heel veel invloed, omdat dat ook allemaal kooplui waren met juist de hele goede contacten. Met de contacten met het Caribisch gebied, met Latijns-Amerika, soms ook Afrika en Indië. En ja, ze brachten die contacten mee. Ze bleven gewoon handelen op diezelfde gebieden. Ze moesten er wel een beetje wat voor doen. Ze hadden allemaal vanwege die vervolgingen in Spanje en Portugal allemaal mooie katholieke namen. Die konden ze beter opgeven. Ze namen een Joodse voor- en achternaam aan. En daarnaast gebruikten ze ook een alias om hun handel en daarmee dus ook de familie in op het Iberisch Schiereiland, om die te beschermen. Dus zo'n Portugees-Joodse koopman, die had drie namen. En ja, dat maakt het soms wel lastig om ze terug te vinden. Die mensen die hier kwamen, die Portugese Joden en Spaanse Joden, ik ga het nu even verder alleen maar over Portugezen hebben, want anders dan blijf ik me herhalen in die NN. Die hadden ook weer hun eigen specifieke handel. Ze hadden enerzijds soms wel iets met specerijen, maar vooral diamanten en helemaal vooral suiker. Suiker uit Brazilië bijvoorbeeld. Dat is een product wat in Holland eigenlijk nog helemaal niet zo bekend was. Maar deze Portugese kooplui, Portugees-Joodse kooplui, die importeerden heel veel suiker en werden daar dus ook ontzettend rijk van. Dus die kleine groep had, zeg maar, als je het economisch bekijkt, een ontzettende impact. Nou, en met die oprichting van de VOC erbij kwam er dus een beweging op gang van meer, meer, meer. De mensen moesten wonen, de mensen moesten eten, de mensen
Namen niet meer genoegen met alleen maar het allersimpelste eten. Mensen moesten gevoed en gekleed. En vooral dus die huizenbouw. En dat betekende ook uiteindelijk gewoon die uitbreiding van die stad. En dat was een beetje moeilijk, want we waren nog steeds sinds 1568 in oorlog met Spanje. Ook al viel die steeds meer de goede kant op, althans onze kant op. Maar toch, er moest een hoop geïnvesteerd worden in dat oorlogsgebeuren. En dat veranderde in 1609 bij 12-jarig bestand. En dat was het moment dat Amsterdam dacht van kijk, en nu hoeven we dat geld daar dus niet aan te spenderen. We hebben 12 jaar rust. Nu gaan we gewoon bouwen. En dat is er dus wat er gebeurde. Hutjes die aan de periferie, aan de rafelrand van Amsterdam stonden, die werden allemaal afgebroken en daar ontstonden hele nieuwbouwwijken. En een van die wijken was natuurlijk de Grachtengordel. En daar zijn we in 1613 mee begonnen. En daarachter liggend de Jordaan. Nou, dat waren grote projecten, hele grote projecten. En daarvoor waren natuurlijk ontzettend veel mensen nodig om te werken aan grachten uitdiepen, straten aanleggen, huizen bouwen. En ook die mensen moesten natuurlijk allemaal weer gevoed, gekleed enzovoort worden en gehuisvest. Dus dat had ook weer een vervolg. En daar kwamen nog bij dat dus door die VOC en die toenemende handel met, als één voorbeeld suikerhandel, er moesten schepen gebouwd worden. Heel veel schepen. En daar moesten mannen op varen. En daar moesten allerlei dingen toegeleverd worden. Touwen, scheepskisten en noem het allemaal maar op. En dat moest ook allemaal gemaakt worden. Dus je had naast zeg maar een soort gegoede groep, in dit geval zeg maar een groot deel van die Vlamingen, Brabanders en die Portugese Joden, kwam er daarna dus een hele grote groep arbeiders die zich bezighielden met die primaire dingen van straten aanleggen, huizen bouwen enzovoort. En het vervolg was dus wel dat die stad, ik heb het al eerder gezegd, van 1570 met 30.000 mensen in 1622 met 100.000 mensen gegroeid was. En dat is natuurlijk een ongelofelijke toename. En dat heeft zich eigenlijk gewoon voortgezet. Want 50 jaar na 1622, of 1672 uiteraard, waren er al 200.000 mensen in Amsterdam. En dus ook weer een 50 jaar met een gigantische toename. En waar kwamen die, de tweede golf dan vandaan? Nou, voornamelijk als we het hebben over de arbeiders. Voornamelijk Duitsland, vooral Noord-Duitsland. En als we het hebben over de zeelui, de scheepstimmerlieden, maar vooral zeelui. En dan zowel dus op de koopvaardijschepen als op de VOC. Heel veel Scandinaviërs. En dan heb ik het over Noren, vooral Noren, de helft van die mensen waren Noren, Zweden, Denen. Nou, en de mensen die dus aan de straten werkten enzovoort, die kwamen natuurlijk niet allemaal specifiek uit die gebieden. Ik heb het voornamelijk, als ik het heb over migratie naar Amsterdam, over mensen uit het buitenland. En veel minder over mensen uit wat later Nederland zou worden. Maar als ik dat laatste aspect toch nog even pak, dan moet ik er wel bij zeggen dat zeg maar eind 16e tot de eerste helft van de 17e eeuw er ook heel veel van dat soort mensen die dus zeg maar ofwel op een schip ofwel als arbeider hier werkten, uit Friesland kwamen of uit Noord-Holland boven het IJ en vooral West-Friesland. Andere provincies iets minder, ook nog wel wat uit de directe regio natuurlijk. Dus gooi en vechtstreek en dat soort, maar dat is natuurlijk zo dichtbij, dat tel ik eigenlijk even niet mee. En dus na zeg maar die eerste golf die ik dan even zo noem van zeg 1570, 1578 eigenlijk, tot zeg maar zo 1621 toen dat bestand dus afgelopen was en er dus een grote vordering was gemaakt met die bouw van Amsterdam. Wat kwamen er toen voor mensen? Ook weer nieuwe groepen. Er waren altijd al Fransen aanwezig. Dat waren mensen die al in de loop van de 16e, begin 17e eeuw gevlucht waren, protestanten. De Église Wallon, de eerste en oude Waalse kerk moet ik erbij zeggen. En dat is heel mooi, want toen die veel grotere groep vluchtelingen in 1686 en daarna naar Amsterdam vluchtten, hadden ze hier hun geloofsbroeders
die hun konden helpen. En dat was nodig ook. Maar een opvallende groep is in 1630 ongeveer, dat zijn de Hoogduitse Joden. De Joden vestigden zich vooral in deze omgeving, Vlooienburg, Raamstraat, later ook hier op deze eilanden, Uilenburg, Marken. En nog later, vooral de Portugese Joden, op de Nieuwe Herengracht, Nieuwe Keizersgracht. We staan hier aan de Zwanenburgwal. En de Zwanenburgwal is eigenlijk een beetje het centrum van wat later de Jodenbuurt zou gaan worden in Amsterdam. En de eerste vestiging van de Portugese Joden, 1595, die gingen nog niet meteen hier wonen, want toen bestond dit wijkje nog niet als zodanig. Maar niet lang daarna kwam eigenlijk het hele gebied tot ontwikkeling. En hierachter is het Waterloopplein, toen nog Vlooienburg geheten. Daar heb je de Antoniesluis daarachter. En Uilenburg, Marken, Valkenburg, allemaal opgespoten eilanden. En daar vestigden zich die Joden. En die Portugese Joden, dat is een groep. Maar daarna kwamen de Hoogduitse Joden, vooral uit Duitsland en Polen. Later uit Bohemen. En die vestigden zich dus in deze wijk. En de Zwanenburgwal is een van de weinige stukjes die nog wel echt een beetje oud karakter heeft. Er is in deze buurt natuurlijk heel veel gesloopt. En er zijn natuurlijk een heleboel typisch Joodse kenmerken niet meer aanwezig. Maar dit is eigenlijk het centrale punt. Hierachter het Rembrandthuis, Jodenbreestraat, waar een zeer groot deel van de bevolking uit Joden bestond en voornamelijk uit Hoogduitse Joden. In 1648 hadden we de Vrede van Münster, na 80 jaar vrede met Spanje. En daar kwamen we natuurlijk eigenlijk hartstikke goed uit, want op dat moment was Holland, Amsterdam, de Republiek, eigenlijk natuurlijk wel eens ongeveer op zijn hoogtepunt in die zogenaamde Gouden Eeuw. En er gebeurden nog steeds natuurlijk ook politiek in de wereld dingen die van invloed zijn op zo'n ontwikkeling in Amsterdam en dan ook met name op nieuwe groepen. Ik bedoel, zo'n 1648, dat was een belangrijk jaar. Er waren meer vredes, dus een heleboel andere oorlogen ook. En het betekende ook dat bijvoorbeeld dus daarna ook veel Joden vluchten vanuit Polen en Duitsland. Dat Brazilië een belangrijk onderdeel van ons rijk was. Niet zo hele lange tijd, maar toch wel belangrijk. Maar dat verviel op een gegeven moment terug aan de Portugezen. Marc Ponte heeft in zijn bijdrage van Familiement Thuis verteld over mensen uit Brazilië, zowel Portugese kooplui als hun gekleurde bedienden naar Amsterdam kwamen, waardoor er ineens een hele gemeenschap rond de Joodse wijk ontstond van ex-slaven, CQ, ex-bedienden. En dat waren natuurlijk allemaal enerzijds politieke gevolgen van dingen die ergens anders gebeuren. Maar het is ook zo dat die mensen niet voor niets naar Amsterdam kwamen, omdat hier die tolerantie, die vrijheid nog steeds natuurlijk bekend was. En ook natuurlijk de welvaart. Hè? Er was hier werk. Dat is natuurlijk een belangrijk ding. We zijn hier in de schatkamer. En dat is een bijzondere ruimte. Hier worden stukken tentoongesteld die allemaal iets bijzonders hebben met de geschiedenis van Amsterdam. En dit is de plek waar we bijzondere documenten tonen. En ik wil er een paar uitlichten. Dit boek wat hier ligt is een ondertrouwregister uit het jaar 1663. En de akte middenin, links, dat betreft het echtpaar Joris Antonissen en Lijsbeth Jansen. En u zult zeggen, nou, dat zijn gewone Nederlandse namen, dat klopt ook. Maar Joris is een zwarte man, staat er ook bij, uit Brazilië. En zijn aanstaande is eveneens een zwarte vrouw uit Angola. En dit is dus zo'n
koppel wat Braziliaanse achtergrond heeft, wat 1663 in Amsterdam trouwt. En op deze bladzij staan 12 mensen, daarvan zijn er 3 Amsterdamse, 3 uit de rest van Nederland. En afgezien van dit exotischere paar is de rest uit Duitsland afkomstig. En dat die namen zo Nederlands aandoen, dat is heel algemeen in die hele 18e en 17e eeuw idem dito. Is het zo dat die mensen met hun buitenlandse namen hier kwamen en dat die namen meteen vernederlands werden. Al die Scandinaviërs die Niels Pedersen heten en Lars Olofsen, dat vind je helemaal niet terug. Lars Olofsen heet hier gewoon Laurens Roelofs en Niels Pedersen heet hier Cornelis Pieters. En dat gebeurde al heel snel, dat gebeurde ook met mensen uit Italië, gebeurde ook met mensen uit Duitsland. Die voornamen die worden en die patroniemen die worden allemaal heel snel omgezet naar Nederlandse namen. En daarom zijn de Scandinavische migranten eigenlijk dus zeer moeilijk herkenbaar, want die hebben hele Hollandse namen. En deze meneer uit Brazilië, die heet gewoon Joris Antonisson. Hier is het Noordse Bos. Dit is bij uitstek een van de gebieden waar de Franse hugenoten werden opgevangen na 1686. We staan hier in het Noordse Bos. Noordse Bos is een wijk die is gemaakt, gebouwd eind 17e eeuw. Het was eigenlijk gebied eigendom van het burgerweeshuis. Die hebben er huizen op laten zetten en verhuurden die huizen. Na het rampjaar 1672, of in het rampjaar moet ik zeggen, zijn er heel veel vluchtelingen uit Vechtstreek, Gooiland hier terechtgekomen en gehuisvest. En die waren op de vlucht voor de Fransen. En in 1686, toen het edict van Nantes werd opgeheven, kwamen hier heel veel Franse vluchtelingen. En die vestigden zich hier ook, want hier was nog woonruimte om grote groepen op te vangen. En reken maar dat die groep Franse hugenoten echt een grote groep was. En wie ving die mensen op? Nou goed, in deze huizen van het burgerweeshuis kregen zij hulp van hun Waalse geloofsbroeders die hier al waren. De stad zorgde niet voor nieuwkomers, ook als het geloofsvluchtelingen waren niet. Maar het kerkgenootschap moest die opvang regelen. Dus het Waalse kerkgenootschap van de Waalse kerk heeft het heel veel geld gekost om die nieuwkomers uit vooral Noord-Frankrijk en West-Frankrijk om die op te vangen, te voeden en te huisvesten. En dat gebeurde in deze wijk. Deze buurt, de Noordse Bos, heette al heel lang nu de Weteringbuurt. En bij uitstek was dit ook de buurt waar Ramses Shaffy heel lang heeft gewoond. Nou, u weet, Ramses Shaffy, die naam klinkt ook niet Nederlands. Dat klopt, zijn vader was een Egyptenaar. En als we dan naar die 18e eeuw gaan kijken, dan wordt het allemaal veel diverser. Er kwamen nog steeds heel veel Duitsers. Tussen 1600 en 1800 gingen hier 650.000 mensen in ondertrouw. Daarvan waren 180.000 mensen geboren in Duitsland. Ja, dus dat is gewoon ontzettend veel. En de verhouding mannen-vrouwen ligt dan ongeveer op zo'n 60-40%. Mannen 60, vrouwen 40. Maar dat is natuurlijk een ongelooflijke hoeveelheid. Achter mij de oude Lutherse kerk. Welke mensen waren Luthers? Dat waren de meeste van de Duitse migranten. En verder alle Scandinaviërs uit Noorwegen, Zweden en Denemarken. U kunt zich voorstellen waarschijnlijk dat op zondag, als hier de kerkdienst was, dat het hier krioelde van Duits sprekende nieuwe Amsterdammers. In de 17e eeuw, in de 18e eeuw, in de 19e eeuw. Maar aan de andere kant werden dus de herkomstgebieden van ook Duitsers, maar ook van andere mensen, werden dus wel steeds diverser. Die Duitsers die normaal gesproken voor als arbeider of zeeman uit vooral Noord-Duitsland kwamen, brachten nu allerlei nieuwe beroepen met zich mee. Bijvoorbeeld stucadoors uit het Oldenburgse. En bijvoorbeeld bakkers, heel veel bakkers uit Noord-Rijn-Westfalen. En er kwamen een heleboel mensen uit het Münsterland, Bentheimsland, Oost-Friesland.
Altijd al een gebied waar een hoop mensen vandaan kwamen naar Amsterdam. En en ook uit zeg maar de Eifel en wat we nu zeg maar het Ruhrgebied noemen. En ook vooral het gebied zeg maar zo in Midden-Duitsland, Centraal-Midden-Duitsland. Daarbij Paderborn en Bielefeld en dat soort, ietsje verder over de grens. En dat zijn vaak mensen van boerenkomaf. Mensen die vanwege erfstelsel, iets wat de Nooren ook overkwam trouwens. Die hadden een erfstelsel waarin dus de oudste zoon de boerderij kreeg. En die tweede, derde enzovoort zoon, ja, die kon bij zijn broer gaan werken. Of hij kon de wijde wereld in. En voor een hoop mensen was die tweede optie de beste. En een hele hoop van de jongens vertrokken dus om allereerst misschien een beroep te leren of anderszins als arbeider ergens aan de bak te komen. En die mensen trokken dus bijna allemaal westwaarts. En kwamen dus in Nederland soms als seizoenwerker. Je hebt natuurlijk de bekende mensen die in het veen werkten. De Hannekemaaiers enzovoort. Ook kooplui met een mars op hun rug. Maar er waren natuurlijk ook een heleboel mensen die gewoon in eerste instantie niet meteen van plan waren om terug te keren. Die gingen verder. Die gingen meteen naar Amsterdam ongeveer. En ja, gingen daar op een VOC-schip aanmonsteren. Of die gingen aan de straat werken. We zien hier een mooi plaatje van onder andere een man die daar de kademuur aan het herstellen is. Nou, dat is zeer actueel in Amsterdam op dit moment. We liggen een beetje achter met het onderhoud. Maar dat waren die mensen. Dat waren die Duitsers enzovoort. De toestroom, ook al was zeg maar die Gouden Eeuw, die grote voorspoed, die grote economische groei, was al lang voorbij. Er waren een paar oorlogen aan vooraf gegaan waarin we het niet zo goed gedaan hebben. Dus die grote groei was er niet meer. Maar nog steeds was Amsterdam een tolerante stad. Nog steeds was Amsterdam een welvarende stad. En zo welvarend genoeg om dus mensen uit andere landen te trekken om naar Amsterdam te komen. Omdat zij denken van daar is werk. En dat was natuurlijk niet alleen op die VOC-schepen. Het waren dienstbodes en het waren allerlei knechten van allerlei soorten. En die Duitsers dus veel diverser. Maar ook uit andere landen. En opvallend is dat in die 18e eeuw, dat er ook dus mensen met, zeg maar zeggen, niet alleen maar protestante achtergrond komt. Ik kan als voorbeeld noemen de Armeniërs. Nou, een volledig andere godsdienst. Die kwamen al iets eerder zelfs, al in 1670. En daar hebben we nog een paar mooie plaatjes van. Ook op die Krombromsloot en in de omgeving, Zandstraat, daar woonden Armeniërs. Achter mij staat de Armeense kerk. Een kerk uit het begin van de 18e eeuw. Maar de mensen die men hier Armeniërs noemde en die dus vooral in deze straat en de omgeving woonden, waren niet Armeniërs zoals we dat nu denken. Het waren heel vaak mensen die geboren waren in het huidige Perzië, maar net zo goed ook mensen die geboren waren in Smyrna, het huidige Izmir in Turkije. Dus het hele Turks-Persisch gebied. En die mensen die waren hier dus al in de 1660, 1670, zaten vaak in de diamanten, in de textielen. En opvallend is dat ze allemaal zijn begraven, als ze hier overleden, in de oude kerk die hier niet ver vandaan is. En dat was een dure kerk. Dus het geeft wel aan, dit was een welvarende groep. Dit waren niet de economische vluchtelingen waar we het natuurlijk vaak over hebben als we het hebben over migratie. We hebben ontzettend geluk. We staan hier in de Armeense kerk. Kerk uit 1714. Nog steeds in gebruik. De deur stond open. De priester heeft ons toegestaan om hier kort te filmen. Heel uitzonderlijk. En het is een kerk die nogmaals in deze buurt, die al 300 jaar in gebruik is door de Armeense gemeente. Ik ben de priester heel dankbaar dat we hier even naar binnen mochten. Maar er kwamen dus ook mensen uit België, uit katholiek België. Al in het begin van de 18e eeuw zijn hier hoedemakers uit één specifiek stukje België, namelijk uit het land van Luik, zeer katholiek gebied.
Niet zo heel ver van de Nederlandse grens, van de Limburgse grens moet ik dan zeggen. Maar dat waren niet zomaar hoedemakers, want daar waren er nog wel meer van. Nee, dit waren dus specifiek strohoedemakers. En dat was een seizoenswerk. Mensen kwamen hier een paar maanden per jaar. Dat ging door tot in de jaren 1850. Maar de eerste strohoedemakers waren hier al in begin 18e eeuw. En ook veel muzikanten uit dat land van Luik. En het is allemaal katholieken die dus kwamen, net als Italianen. Opvallend is dat zo vanaf 1700 er ineens een behoorlijke groep Italianen naar Amsterdam komt. En er waren al wel eerder mensen uit Italië, maar dat waren vooral Portugese Joden uit Livorno en Venetië. En een enkele zeeman die dan ook voor de VOC of anderszins ging werken en op een gegeven moment zich hier dan ook vestigde. Maar vanaf zeg maar zo 1690, 1700 zien we dus Italiaanse kooplui. Vooral uit Noord-Italië, vooral in het gebied van de Grote Meren, Lago Maggiore, Lago di Como. En dat waren mensen die deden het hartstikke goed. Die waren ook helemaal niet arm. Die hadden gewoon geld. En die kwamen hier met dat geld handel doen. En waarom was dat zo interessant? Omdat zij in de internationale handel zaten. Bijvoorbeeld heel vaak in textiel, en dan dure textiel, of in tabak, vooral snuiftabak. En waarom was in Amsterdam dan zo interessant om daar ook een handelsvestiging te hebben? Omdat in Amsterdam een hele al lang bestaande en bekende, beroemde wisselbank had. En een wisselbank is een soort girokantoor waarin je dus wel eerst geld moet storten, maar dan niet iedere keer met een kist geld over straat hoeft. En dat, het wordt gewoon overgeschreven van één rekening naar die andere. En voor zo'n Italiaanse handelsfirma, die ook een vestiging had in Milaan en misschien nog wel in Lissabon of waar dan ook, was het dus heel interessant om ook in Amsterdam te zitten. En ja, die mensen die waren niet arm, zoals gezegd, die woonden ook chic. Die woonden op het Rokin of die woonden bij de beurs. Een beetje handelsman wil natuurlijk dicht bij de beurs wonen, dat is natuurlijk duidelijk. Dus een andere groep. Maar die werd wel gevolgd, of gelijktijdig soms, door andere Italianen die wat minder rijk waren, zeg maar, toen ze hier kwamen. En dat waren bijvoorbeeld schoorsteenvegers. Hier is het Spui, hier is het Singel. En dit was bij uitstek een gebied waar de schoorsteenvegers zich vestigden. En de wat meer gefortuneerde Italianen zaten meer in dit deel, Rokin, bij het beurspoortje. We staan hier aan het Singel en dit is de plek, centraal gezien, waar de Italiaanse schoorsteenvegers zich vestigden. En die waren eigenlijk al hier, begin van de 18e eeuw. Die kwamen voornamelijk uit Noord-Italië en dan wel specifiek eigenlijk nog wel uit één dal. En nog specifieker eigenlijk uit één parochie. En ze vestigden zich in eerste instantie in de daar gelegen schoorsteenvegersteeg. Is nu helaas niet meer, het is gewoon allemaal volgebouwd. En tot in de Tweede Wereldoorlog hebben daar Italiaanse schoorsteenvegers gewoond en gewerkt. De laatste was de familie Camozzi. En in diezelfde tijd, in de 18e eeuw, kwamen andere families, ook allemaal uit datzelfde dal, en die vestigden zich aan de overkant van het Singel, op de hoek van de Beulingsluis en in de panden die verder liepen tot aan de Krijtberg, wat dan ook de kerk was waar ze natuurlijk regelmatig kwamen. Al zag je er niet zo uit, want dit is een nieuwe kerk. Terwijl die mensen dus al in de 18e eeuw in de schuilkerk de Krijtberg kerkten. Dit is het adres Singel 426. Het oude familiehuis van de familie Ravelli. Afkomstig uit de parochie Drogno en nog beter uit het bergdorp daarbij horend Albogno. Schoorsteenvegers van het eerste uur. Uit Noord-Italië dus, in de buurt van Domodossola. En die familie Ravelli zijn sinds 1730 wel ongeveer 10 mannen uit dat dorp vertrokken naar Amsterdam. Allemaal om hier als schoorsteenveger te werken. En de familie Ravelli bezat had een goede zaak. En bezat meerdere huizen in dit stukje Singel in de Katersteeg hier vlakbij. Later
opgegaan in de Rooms-Katholieke Kerk de Krijtberg. En die familie Ravelli, ja, zijn nu geen schoorsteenvegers meer natuurlijk. Maar die hebben dat beroep tot eind 19e eeuw uitgeoefend. En dat is een typisch voorbeeld van kettingmigratie. Kettingmigratie betekent er komt er één en die haalt op een gegeven moment zijn neefje uit zijn geboortedorp. Of zijn kleinzoon, of in ieder geval een familielid. En dat familielid blijft dan ook hier, neemt de zaak over. En daarna haalt hij ook weer een neef, broer of wat uit dat dorp. En zo zet zich dat voort met al die families tot in de 19e, ver in de 19e eeuw. En soms zelfs dus nog in begin 20e eeuw. Maar er waren ook nog andere Italianen hoor. En die hadden ook allemaal van die beroepen die ook zeg maar vooral de boel allemaal veel diverser maakten. Ze maakten dan blaasbalgen of ze zaten in de prentenhandel of ze maakten weerglazen, barometers. En allemaal van dat soort beroepen, of vogelkooien. Nou, allemaal van dat soort beroepen die heel specifiek zijn. Scharenslijpers, ook een redelijke groep Italianen. En dat gaf gewoon aan dat, dan heb ik het alleen maar over meer diversiteit binnen de groep Duitsers, een groep Italianen, een groep Armeniërs. Maar zo waren er natuurlijk dus nog een heleboel meer groepen die eigenlijk gewoon dus wat meer diversiteit brachten. En dat zet zich ook voort in die overgang naar de 19e eeuw. Amsterdam is in de eerste helft van de 19e eeuw, dankzij de Franse bezetting, behoorlijk verpauperd. En is echt gewoon, heeft gewoon tot 1850 nodig gehad om daar weer een beetje bovenop te komen. Maar dat neemt niet weg dat er dus nog steeds ook diverse groepen kwamen naar Nederland. En die Fransen daarvan, die Franse bezetter zullen we maar zeggen, daarvan bleven er niet zoveel in Amsterdam achter. Maar ze waren nog niet weg of de boheemse glasverkopers en de mensen die Keuls aardewerk verkochten. Dat waren dan mensen uit het gebied langs de Rijn, het Westerwald, die bekende Keulse potten. En ook dus nog weer Italiaanse terraswerkers, dus mensen die van die terrassenvloeren leggen enzovoort. Laloli sieraden. Zomaar een uithangbord midden in Amsterdam. De familie Laloli, de naam zegt het al, zijn mensen uit het Zwitsers-Italiaanse grensgebied. Gekomen als schoorsteenveger, nu in de sieraden. Zomaar een voorbeeld van Amsterdammers die er nu nog steeds zijn. Uit een ver buitenland. Die sieraden maakt u die zelf? Ja. Oké. Onze oma, die dus schoorsteenveger was, die maakte ook suikerbeelden van suikerwater. Jongen, hoe kom je erop? Oud, ja, ik kan me dit voorstellen, ja. En die verkocht hij aan de gebroeders van Paridon vroeger. Waren heilige beelden. En, oh ja, ja. Oké. Okay. Dus wij zeggen, ja, wij hebben de creativiteit van onze opa. Ja, dat moet ergens vandaan komen, toch? Daarnaast had je natuurlijk diezelfde stromen als het gaat over Duitsers en dan vooral dus veel bakkers uit Noord-Rijn-Westfalen. En de stucadoors uit Oldenburg en de slagers uit Württemberg. En dat zijn allemaal best aanzienlijke groepen geweest. En die hebben zich dus allemaal vermengd in die samenleving zoals die al zo divers gevormd was. En ja, die assimilatie die duurt natuurlijk altijd wel eventjes. Maar het is natuurlijk fijn als je, of je nou katholiek, Luthers of wat bent, je komt hier nieuw, dat er zo'n groep al lang is. En dat er een kerk is en dat er diaconale instellingen zijn waar je eventueel voor hulp kunt komen. Ook als je een Noord-Duitse zeeman bent of een Italiaanse schoorsteenveger. Dus je ziet daar dat al die mensen gewoon opgenomen worden in die Amsterdamse samenleving. En na 1850 gaat het wel weer beter. Dan heb je de industrialisering en je hebt grote bouwprojecten, Noordzeekanaal en
Het Centraal Station natuurlijk niet te vergeten. Dat trekt natuurlijk ook weer heel veel nieuwe mensen. Niet dat die allemaal uit het buitenland kwamen hoor. Bijvoorbeeld bij het Centraal Station hebben we heel veel Zeeuwen hier gehad. Omdat ze gewoon goed in de klei konden graven. En dat hadden we nodig. En dat gold natuurlijk voor de Noordzeekanaal min of meer ook. En er zaten natuurlijk ook veel Duitsers bij. En ook veel Friezen. Maar ja, dat heeft dan ook allemaal weer zo'n reden. In Friesland in de tweede helft van de 19e eeuw ging het slecht. Heel veel veesterfte en dat soort. Dus heel veel boeren die trokken het niet meer. Moesten verkassen. Moesten ergens anders hun brood zien te verdienen. Dus veel kwamen er naar Amsterdam. Ook dus weer meeliftend op die nieuwe Gouden Eeuw, zoals dat ook wel genoemd wordt. Hè? Dus tweede helft 19e eeuw. En ja, dan zie je dus ook gewoon wel dat er toch ook weer wat meer divers, ook na 1850. Hè? Er komen mensen uit Suriname, er komen ook mensen uit het verre Azië. Hè? De eerste Japanners duiken op en dan nog wel in de vorm van zo'n samurai zelfs. Die wereld wordt wat kleiner. En dat zie je natuurlijk in de loop van de 19e eeuw met nog weer diverse groepen nog ernstiger worden. Een voorbeeld is de Chinese zeelui. We staan hier op een eigenlijk best wel bijzonder plekje in Amsterdam. Dit is de hoek van de Binnenbantammerstraat, Oudewaal, Krommewaal en doorlopend de Buitenbantammerstraat. En dit is het gebied, en vooral in deze straat, waar de Chinezen zich vestigden vanaf 1911. We gaan even verder in die straat lopen. Die Chinezen die hier kwamen naar Amsterdam, dat waren eigenlijk alleen maar zeelui. En die waren ingehuurd omdat ze goedkoper waren dan de Nederlandse zeelieden. En in 1911 was er een staking. En ze probeerden dat door middel van die goedkope Chinese zeelieden te breken. Een hoop werden er daarna ontslagen. En die kwamen allemaal in deze straat terecht. En begonnen hier hun handel. Want ja, veel anders dan zeelui zijn konden ze niet. Dus ze begonnen handeltjes, ze begonnen een wasserijen, restaurantjes, slaaphuizen vooral. Tricky business hoor, want die Chinezen werden verplicht in een bepaald slaaphuis te verblijven. En dat hing dan ook weer vanaf wat voor werk ze kregen. En later kwamen dan natuurlijk de restaurants en de pindaverkopers. En die zaten allemaal in dit centrum. En de Chinezen waren in eerste instantie vrij onopvallend. Maar dat stopte in 1918 toen hier drie mensen werden vermoord. De eerste moord eigenlijk in crimineel circuit vond plaats hier in 1918. En dat was een Chinese afrekening. En je kunt zien als je door deze straat loopt. Dit is nog steeds onderdeel van het Amsterdamse Chinatown. Want 100 jaar nadat de eerste Chinezen zich hier vestigden, is hier nog steeds een restaurant, een winkel, een eethuis, allemaal Aziatisch. In de loop van de 20e eeuw blijkt wel echt dat zowel de politiek als het feit dat die afstanden gewoon makkelijker te overbruggen worden met schepen enzovoort, dat er heel veel mensen naar Nederland, CQ Amsterdam, komen. In eerste instantie heb je natuurlijk in 1933 en vooral in 1938 de Joden uit Duitsland en Oostenrijk die moeten vluchten voor het nazi-geweld. En na de oorlog is er natuurlijk een ongelooflijke massabeweging op gang in de hele wereld, waar Amsterdam natuurlijk ook van zijn trekken van krijgt. Mensen die uit de koloniën komen, Nederlands-Oost-Indië, wat natuurlijk opgegeven wordt en een hoop Indo-Europeanen en Europeanen naar Amsterdam brengt. En vooral Den Haag, maar natuurlijk ook Amsterdam. En dan krijgen we in de tweede helft van de 20e eeuw natuurlijk de mensen die hier komen werken. Eigenlijk denken dat ze na korte tijd wel weer terug zullen gaan naar hun geboorteland. En dan hebben we het vooral over in eerste instantie mensen uit Spanje, Italië. En die gaan voor een deel ook wel terug, maar de roep om
arbeidskracht. En dat is natuurlijk de tendens die er gewoon vanaf die 17e eeuw doorlopend geweest is. We hebben arbeidskracht nodig. We kunnen het zelf niet leveren. Eerst was dat bemanning op de VOC-schepen en de koopvaardij. Maar later werden dat natuurlijk van alles. De mijnen er liepen natuurlijk ook een heleboel Italianen en Polen enzovoort rond. Ja, niet in Amsterdam uiteraard, maar even als algemeen tussenstapje. En ja, die werkgelegenheid die moet gevoed worden met mensen die het werk gaan doen. En los dus van die paar groepen die ik nu genoemd heb, die om politiek religieuze redenen moeten vluchten, is de rest van die mensen natuurlijk altijd wel gewoon op zoek geweest naar werk. En dat gold natuurlijk in de jaren 50, 60, 70 ook vooral voor die mensen uit Zuid-Europa. Later werd dat natuurlijk nog weer aangevuld. En als de eerste Italianen en Spanjaarden weer naar huis zijn, dan wordt dat aangevuld door mensen uit Marokko en Turkije. En ja, laat ik het zo zeggen, een migrant wil eigenlijk op het moment dat hij zijn huis en haard verlaat, wil die eigenlijk best wel ergens anders een tijdje zijn, maar eigenlijk wil die weer terug naar huis. Er is denk ik geen migrant te bedenken, of het nou een vluchteling is van de ene soort of een economische migrant, die van tevoren denkt dat hij echt zo echt weg wil dat hij niks meer van zijn huis en haard wil weten. Dat kan bijna niet. Dus die mensen die komen hier met het idee van nou, een paar jaartjes werken, geld verdienen. Alleen ja, zo werkt het in de praktijk natuurlijk niet. En een heleboel van die mensen blijven uiteindelijk en maken dan een onderdeel uit van zo'n samenleving. En nu nog steeds. Ik weet ook niet hoe anno 2020 hoeveel nationaliteiten er in Amsterdam woonden. Een jaar of 10, 15 geleden waren het er 170. Nou, het zullen er een heleboel meer zijn. Daarvan zijn sommigen natuurlijk als eenling uit hun land hier. Maar het geeft wel aan hoe divers, hoe internationaal zo'n bevolking dan wordt. En al die mensen, ja, die moeten allemaal eten, slapen, boodschappen doen. En het is dus ook, wat natuurlijk 50 jaar geleden nog helemaal ongekend was, je haalt je groenten bij de Turkse slager en je brood bij de Marokkaanse bakker en ga zo maar door. En dat is Amsterdam, of je nou in Amsterdam-Oost woont, of in Amsterdam-West woont, of in Amsterdam-Noord. Iedereen die in Amsterdam woont, heeft te maken met nieuwkomers. Of ze nou vorig jaar pas gekomen zijn, of 2 jaar geleden, of hier al 400 jaar wonen. Amsterdammers zijn allemaal afkomstig van nieuwkomers.